Zo, nou dat was de Lidl en wat hebben wij gehaald? Want december is in de maand, dus we hebben wel even zin om wat te gaan halen. De belichting is niet zo goed, ik weet het, maar goed, het is in het donker. En dit is dan de scherpstelle, ja. De Street Thunder vuurwerkpakket. En daar zitten dan, ik zal het even ophalen. Naast de klontje. Zakje crackling balls, altijd leuk. Het is ook zo'n klein zakje. Dus wij gaan even een schaar. En dan maken wij het even wat open. De Disco, de Flashing Fountain. Zijn gewoon die kleurenfonteintjes met een ontiegelijk lang lontje. Man, dat lont is gewoon langer als staafje zelf. Maar goed, veilig vuurwerk dus. De Disco Flash, dat zijn van die flitsertjes, neem ik aan. Ja, van die flitsertjes. Nou, dan heb je nog wat tonnetjes met crackling. En als laatste heb je nog wat van die crackling fountain, dus als het ware die flitsertjes. Nou ja, mocht je dus benieuwd zijn wat dit allemaal doet, daar heb ik dus een video van op mijn kanaal staan van categorie 1 vuurwerk van de kermis. En in principe is dat gewoon hetzelfde. En nou, dit zijn dan de grondbloemen, 30 stuks. En ja, gewoon categorie 1 vuurwerk. Dus was trouwens €1,30. En zo'n pakketje is €2, dus dat is mooi te doen. Ik zou zeggen, ja, koop het gewoon. Leuk voor tussendoor. Ik zie jullie bij de volgende video.